daar straks was het negatief. Dus dat had het moeten zijn. En nu wordt het remote. Ja? Yes. Thank you.
I just have to wake him up now, won't you? Een en ander in historisch perspectief plaatsen. Dat wil ik met plezier doen, dus ik krijg even een klein college. Ik kan u bij voorbaat geruststellen dat mij is op het hart gedrukt om het kort te houden. Maar verder, ik hoor mezelf graag wandelen, net zoals iedereen. Dus ik zie dat ik het al plezier doe, natuurlijk. Maar om de alle mogelijkheid te zijn, het is. Ik vind het niet zo nodig om een soort historische legitimering u aan te rijden. Dat is ook niet nodig, want een jongen kan best op eigen benen staan wat hier gebeurt. Maar het is toch wel aardig om even terug te gaan in de geschiedenis. Als je, want ik heb er natuurlijk even van tevoren over nagedacht, ik begin niet in het Wilde Westen te wandelen. Als je eigenlijk kijkt wat er in deze eeuw aan revolutionairs gebeurd is op het gebied van muziek, in 9 van de 10 gevallen denken mensen, en niet alleen mensen, maar 9 van de 10 muziekwetenschappers denken dat ook, dat het cruciale punt aan het begin van deze eeuw is geweest het feit dat de tonaliteit verdwenen is. Schoenberg met zijn 12-toonsysteem, wat daarvan de gevolgen geweest zijn, dat eigenlijk het grote revolutionair. Ik denk daar anders over. En dat is wel aardig om dat een beetje te onderbouwen, ook met voorbeeldjes te houden. Zo met mijn mond drukken de knop, dan wordt het toch nog wat. Stiekem kon ik onder het gebouw wel uitpakken. Er is iets anders gebeurd aan het begin van deze eeuw. En eigenlijk is dat al een veel oudere behoefte van componisten. Tot mijn verbazing trof ik dat in het programma toen ik het naam verwezen naar Rabelais, waar bevroren geluiden in een later stadium weer plotseling hoorbaar worden. Bij ons op Münchhausen kom je dat ook tegen. Dat is een merkwaardige behoefte om eigenlijk geluid los te weken van het object wat het voortbrengt. Doen we wat hoornblazen en dan heel later in de tijd hoor je het geluid pas. Dat betekent dat het geluid onafhankelijk van het object de hoorn manipuleerbaar maken, of een auto, weet ik wat voor object dat geluid produceert. Dat is een traceerbare behoefte in de geschiedenis. En dan in het begin van deze eeuw wordt die manifest. En dat is, denk ik, eigenlijk van groter belang en in ieder geval een revolutionairdere aangelegenheid dan het loslaten van de tonaliteit. De behoefte om met geluid te componeren, wat nou niet direct gepredisponeerd is om muziek te zijn, dus niet met trompettonen en pianotonen en weet ik wat, joltonen of speciale manieren van zingen, maar muziek maken met geluiden van alle dag, geluiden uit de realiteit, het geluid van, weet ik wat, de vloerstand of het geluid van een auto of van een vliegtuig, wat dan ook, die behoefte wordt aan het begin van deze eeuw heel duidelijk geformuleerd en eigenlijk voor het eerst door de Italiaanse futuristen. Luigi Russolo is een bekende naam. Russolo had eigenlijk, die heeft net als al die andere futuristen, want het enige wat die jongens eigenlijk deden was 90% van hun tijd besteden aan het schrijven van manifesten in plaats van maar 10% aan het werken op kunstproductie. Maar die Russolo heeft dus ook manifesten geschreven over futuristische muziek, machinekunst, nou, een nieuwe eeuw van de machine, mensen op het paard, en dan moet je ook machinekunst maken. Dat komt ook voor de communisten. Als je het beroemde manifest van Russolo leest, dat komt eigenlijk neer op die zegt, Beethoven, als die zijn kop uit het raam stapt, dan hoort die vogeltjes fluiten. Nou, dan ga je dus met tonen componeren, daar zijn de muziekinstrumenten voor. Als ik mijn kop uit het raam steek, komt er een auto voorbij. En met dat geluid wil ik componeren. En dat kan je natuurlijk wel vinden in die tijd. En ik praat nu over 1910, 1915, een periode
2015. In die tijd stond er geen enkele technische bruikbare methode om het geluid van die auto of van die stoommachine of wat voor apparaat dan ook los te weken en te verplaatsen naar een concertzaal, zodat het onafhankelijk van het object wordt voorgebracht als bruikbare compositorische klank kon dienen. En dat begreep de Hoekstra ook wel. En die is toen in weerstaan en die heeft een aantal apparaten gebouwd. Die heeft er ongetwijfeld van gehoord. De Intertone Harmonie. Briljante, fantasievolle, virtuoos bedachte apparaten. Echt ontzettend leuk. Ik kan er voorbeeldjes van geven. Het zijn eigenlijk lawaai-instrumenten die machinegeluiden bruikbaar moeten maken op het niveau waarop je ook op een piano met gewone muzikale tonen kunt omgaan. En daar heeft hij van alles voor bedacht, bijvoorbeeld spiraalvormige snaren waar de longitudinale trillingen dus in de lengterichting van de snaar die zo, maar zo trillingen worden opgewekt op een draaierachtige manier, een soort roterende strijkstokken. Er is een hele mooie, er is hier niet een schoolbord, dan zou ik een echt college nog voor kunnen tekenen, maar ik zal het weer een beetje duidelijk maken. Een soort omgekeerde trommel met het vel aan de onderkant en daar steekt een buis doorheen en die, met een hendel die hier scharniert, zodat het weer werkt, gaat de buis op en neer in dat trommelvel, een soort rommelpot. En aan de bovenkant van die trom, daar is het afgesloten en daar steken resonantiepijpen uit. En omdat aan die hendel die de buis door het vel beweegt, ook weer een soort bureaulampen scharnier op en neer beweegt, die bepaalt weer via een soort verbondenachtig systeem de lengte van die resonantiepijpen. Dus op het moment dat het geluid veroorzaakt wordt, wordt tegelijkertijd glissanderend in het bovenaspect van dat geluid weer van alles versterkt. Dus je hoort, ik zal het nou inderdaad niet verleiden om dat met een maar op die manier kon hij een prachtige auto imiteren. Dus hij heeft een hele scala van apparaten ontworpen en heeft ook mensen samen met zijn assistent, die zijn naam nu even ontschoten is, maar dat moet ik maar vergeten, heeft hij mensen geëngageerd en geïnstalleerd en om op die instrumenten te spelen, is daar op reis mee gegaan en heeft tot in Londen en Parijs en Milaan concerten gegeven daarmee. Ik heb geen opnames van een stuk met die instrumenten, maar wel opnames van voorbeeldjes van één voor één van die instrumenten. En die zal ik u laten horen. Het eerste apparaat klinkt al dus en luistert naar de naam crepitator. Thank you.
het vierde voorbeeld luistert naar de naam Gorgogliatori. Wat hij wel gedaan heeft, is in de 30e jaren, toen hij inmiddels in Parijs was aangeland, dat hij was een van de weinige die zich niet engageerde met het Mussolini-regime. Hij is vertrokken naar Frankrijk. Hij heeft in Parijs nog een groot lawaai-harmonium gebouwd, voor lawaai-orgel. En het is wel aardig dat hij straks op terug blijkt uit de dagboeken van Pierre Giffert, dat hij op een gegeven moment stuit op de restanten, in de oorlog verwoeste restanten van dat lawaai-orgel. Zonder overigens op dat moment te beseffen dat Rousselot een belangrijk voorloper was van de dingen die Pierre Schaeffer later zou doen. Zo meteen wel op terug. Dit zijn natuurlijk de hele charmante, nostalgische voorbeelden van die alleen maar illustreren hoe wanhopig die behoefte was om te kunnen componeren met concreet geluid. Je kon onmogelijk het geluid van een auto in de concertzaal laten horen, want toen stond nog geen bandrecorder of iets dergelijks in de jaren 10 van deze eeuw. Dus je kon ook niet direct een concert geven met auto's. Je kan niet de auto, de machine, naar de concertzaal verplaatsen, maar dit is een soort poging om dat toch te bewerkstelligen. Aardig is dat de eerste de concrete realisatie van die behoefte al veel vroeger heeft plaatsgevonden dan de lange tijd hebben gedacht. Het blijkt, die naam was ook uit de literatuur wel bekend, maar sinds kort kan ik daar ook klinkende voorbeelden van getuigen, dat vanaf 1928 er in Duitsland een aardig weer is geweest. Die was ook naar Roetman, Walter Roetman. En die werkte in de filmindustrie. En toen vanaf 1928 optisch geluid beschikbaar kwam bij de film, toen begreep die meneer Roetman, nu kunnen we het geluid inderdaad losweken van het object wat het voorbrengt, opnemen, maar op een dusdanige manier dat het compositorisch manipuleerbaar is. Want je kunt in de filmstroom, dus gewoon een beeld kan je vergeten en negeren, en dan kun je in knippen en het aan elkaar plakken. Dus je kan het ene geluidje monteren naar het andere geluid. En dat betekent dat het compositorisch bruikbaar wordt. Dan kan je echt met geluid doen wat Rousselot moest doen met imitatie van het geluid. Want dit is apparatenbouw, wat u net gehoord heeft, die het geluid van machines, auto's en dergelijke imiteren. Roetman deed met het echte geluid. Die nam die geluid op en kon ze gewoon knippen en dan vervolgens achter elkaar plakken in een door hem bedachte muzikale volgorde. En dat is ontzettend leuk. Ik heb een voorbeeldje. Dat is een stuk wat Roetman, ik laat er maar een fragment van doen, ik moet het voorhouden vrij lang. Een fragment van een stuk uit 1930, dat luistert naar de titel Weekend, dat in de première is gegaan, ook in 1930, in een radio-uitzending in Berlijn. Vanuit Berlijn, en dat heette film sonore, pièce radiofonique, film pour l'oreille. Waarom dat de Franse titel heeft, dat
dat weet ik niet, het is een strikt Duitse aangelegenheid. Het stuk heet Weekend en die doet de hoek van Richard Sint-Breuk. Eigenlijk al, wat mij betreft, het vroegste voorbeeld van echte muziekconcurrent, dus met wat we nu zouden zeggen gesampelde geluiden achter elkaar geplakt en daar muziek mee maken. Dit is Weekend van Hoekman uit 1930. Eenstemmig in die zin, alleen maar samples na elkaar en nooit een structuur in dingen ook tegelijk gebeuren, geconfronteerd, wat dan ook. En soms zijn er wel klankassociatieve redenen, bijvoorbeeld eerst die sirene en dan dat vliegtuig of wat het is, met dat glissando om dingen achter elkaar te plakken, maar soms zijn puur anekdotische redenen om die geluiden achter elkaar te plakken, vooral daar waar er een
stemgaten, kunstenisten en dergelijke. Het is natuurlijk muzikaal gezien een zwak stuk, maar het is wel historisch het allereerste voorbeeld van een echt muziekconcreet stuk. Een poging om te componeren met uit de realiteit te isoleren fluiten. En er komt, en dat is leuk, we komen steeds dichterbij wat we de hele avond hier hoort en nog gehoord krijgt. Er komt ook uit de muzikale realiteit geïsoleerd en weggehaald geluid aan te pas. Dat je componeert met een bokje reële muziek van iemand anders. En dat je gewoon een plaatje draait en een fragment daarvan pas inlast in jouw muziekstuk. Dat is wat hier gebeurt, dat is vrij uniek. En ik heb het gevoel dat dat minstens zo niet zo revolutionair, zo niet revolutionair is als het loslaten van de toniteit. Het is een eigenlijk een veel grotere, veel forsere. Een stap met meer consequenties dan het loslaten van de toniteit. Eigenlijk, vanaf die Hoekman weten we het wel. Dus dan, daar kan ik kort over zijn. Ik zal heel razendsnel even door de geschiedenis heen gaan. Uiteraard is in de 30e jaren, begin 40e jaar, John Cage van belang. Ik heb de partituur meegebracht, dus die van de 30e voor een citering. Ik zal het niet laten horen, want Cage is natuurlijk. Hoe je componist moet en nu elders in andere concertzalen gaan luisteren. Maar die heeft bijvoorbeeld in 1930 jaar een ontzettend leuk stuk gemaakt. Zo leuk, dat gaat van spetteren zelfs. In 1939 in Seattle componeerde hij Imaginary Landscape No. 1. Een stuk wat afzien van dat slagwerk en de hand prefereerde piano. Ook twee instrumentalisten vraagt die. Wat in partituur heet phonograph spelen. Een oude 8-cent toeren pick-up draaitafel waar platen op te draaien worden. Dus letterlijk uit de geluidsrealiteit geïsoleerd, al door anderen vastgelegd van tevoren het materiaal. Zij dat in 1939 platen nog testtonen bevatten. Die platen die RCA Victor Frequency Records heet dat ook, met het nummer en alles staan ze in die partituur. Daar staan tonen op die voor de medereden techniek bedoeld zijn, sinustonen om sterker door te fluiten. Maar die worden in de partituur als geluidsbron gebruikt en dan moet de slagwerker de daal van de cup neerzetten en weer omhoog. Eigenlijk Hoekman, maar dan met de hand spelen. En in 1942 componeert John Cage een stuk verwijzend naar de parodische naam Hemel in de US, hoofd van de Verenigde Staten, waarin. Behalve als je nu dan de radio aan en uit kunt zetten, wat eigenlijk ook een vorm van sampler is, de hand sampler, ook een grammofoonplaat die niet nader beschreven is, zo nu dan aan en uitgezet moet worden, ook een 78 grammofoonplaat, gewoon met de arm van de cup naar beneden op de plaat en weer omhoog, dat we het slagwerk doen, dat staat nauwkeurig in de lengte, dus technisch genoteerd in de partituur. En daar moet je een klassieke plaat draaien en dan geeft hij als voorbeelden. Dvorak, Beethoven, Sibelius en Shostakovich. Wat grappig is. Dat waren blijkbaar voor Geertje op dat moment de klassieken. Eigenlijk de vervolmaking van dat idee dat je met gesampled geluid uit de realiteit, ook uit de muzikale realiteit, kan combineren, is vanaf 1948 uiteraard, en dat weet ik niet hoe ook, door Pierre Schaeffer gerealiseerd. Schaeffer heeft, en dat is ontzettend leuk, ik heb die. Het dagboek uit 1948 weer eens bekeken, dat ik verhaal moest vertellen. Die wordt helemaal lyrisch als hij echt het geluid van zo'n stoomlocomotief in het buitenwerk van Parijs kan opnemen en echt met een opname de zaken kan manipuleren. Hij maakt in mei en juni van 1948 vijf etudes. De eerste, Etude au chemin de fer, is zeer beroemd geworden, maar eigenlijk is het leukste, vind ik. De laatste. Want wat gebeurt er in die laatste? Die heette oorspronkelijk Etude op Casserole en later onder de naam Etude Pathétique, de knipoog, met Beethoven de muziekgeschiedenis ingegaan. Dat is een heel kort stukje van 3 minuten 50 seconden. Maar het is daarom zo leuk omdat in één klap alles wat die Hoekman laat liggen, die eenstemmigheid, die eenduidigheid, die anekdotische relaties tussen het geluid. Bij Schaeffer naar een muzikaal niveau getild worden. Want dat stuk begint met het geluid van een filmblik wat roterend op de tafel is opgenomen. En vervolgens heeft hij allerlei uit met name de muzikale realiteit, maar ook uit de dagelijkse omgeving geluiden weggehaald, die volgens dat patroon, dus lusachtig, wat heel vaak ook
heeft hij in het samples gebeurd, hè, dus die loopt en dat is dus herhaald. Die heeft hij volgens dat door die openingsgeluid gedicteerde patroon, gedicteerde ritme, heeft hij die gemonteerd en in het stuk ondergebracht. En dat is eigenlijk een hele klassieke doorwerkingstechniek. Dat is wat Beethoven en Schubert ook doen. Je hebt thema 1, thema 2 en dan in de doorwerking stop je bijvoorbeeld thema 2 in het ritme van thema 1. En daarom tilt eigenlijk Schubert in één klap in 48 die hele muziekomgeving naar een compositorisch acceptabel niveau. En vanaf dan, op dat moment, is eigenlijk eind zoek en begint een ontwikkeling die alleen maar perfecter en beter en leuker. En die culmineert in wat ik deze avond heeft gehoord en nog gaat horen. Dus tot slot van mijn historische betoogje, die vergast ik u op de étude pathétique uit mei 1948 van Pierre Schaeffer. Era.
Thank you.
Yes.